mag niet naar buiten van mijn mond. En als je die titel leest, kunnen er verschillende dingen in je hoofd opkomen. Maar voor mij was dit de lijn die ik altijd gebruikte als een vriend mij op kwam halen en ik wilde niet naar buiten. Dan zei ik dat altijd. Misschien gebruikte jij dat vroeger ook. Misschien gebruik je het nog steeds. Maar dat ging ongeveer zo. Wie is daar? Yo. Hé, kom naar buiten dan. Mag je buiten spelen? Kom. Ik heb echt geen zin. Nee, man. Ga niet mogen van mijn moeder. Vraag er. Oké. Wacht hier. Ik ga er never nooit vragen. Even zogenaamd laten wachten. Ik mag niet, man. Ze zei gewoon nee. Jammer, man. Is goed. Rustig. Ja, zeker, man. Is goed. Doei, rustig. Volgende keer. Sukkel. Geef dit filmpje natuurlijk een blauw duimpje omhoog als je het tof vond. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneerlink staat in de beschrijving. Dit was een ouder filmpje van mij die ik nog nooit op YouTube heb gezet. Alleen op Facebook. En ik dacht, hé, deze wil ik ook gewoon graag met jullie delen. Soms ga ik gewoon wat oudere filmpjes met jullie delen. Omdat ik ze gewoon nog nooit aan jullie heb laten zien. Terwijl ik ze wel tof vind. Maar laat weten wat jij ervan vond. En nogmaals, like en deel. Dikke doei en tot vrijdag.